Ja, iedereen heeft wel gelezen Sepp van den Berg. En dat is ook zo'n mooi verhaal eigenlijk. Hè. Kijk, met Sepp van den Berg, daar zijn we mee in contact gekomen. Daar is inderdaad mee gesproken. Die jongen wil naar onze mening heel graag. In principe waren we er ook uit met hem. Het heet voetbal intelligentie, hè? Ja. Dat is ook een dingetje. Ja, ja. Je kunt wel heel goed voetballen, maar je moet ook nog een klein beetje intelligent vermogen op het veld hebben. Weet er eigenlijk van heeft hij alles. Kijkers en luisteraars, deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Mill Lions en Domino's Eindhoven. Want PSV is heel ons leven PSV. Dit is groter dan de club, dit is groter dan geluk. Oh, 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 heel ons leven PSV. Kijkers en luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Rood-Wit Podcast. Deze aflevering gaat iets anders zijn, maar dat heeft te maken met de gasten die we hebben. Niet met de vaste gasten, want die zijn er weer. Pascal van der Voort en Tommy van der Leegte. Welkom natuurlijk. En we hebben de commercieel directeur van PSV aan tafel. Die gaat praten ook over de transferwindow. Misschien niet echt een combi, maar dat leggen we dadelijk uit. Frans Jans, welkom. De rest is op vakantie. Ja, zeker. Jij mag niet mee op vakantie? Nee, ik moet blijven. Je moet naar de rode podcast, jongen. Ja, precies. Voordat we over de transferwindow het gaan hebben, hebben we even een paar huishoudelijke mededelingen. We hebben goed nieuws om te melden. De Rood-Wit Podcast heeft twee nieuwe partners erbij. Bavaria en Mansveld Techniek. Ook partners van PSV. Dus daar zijn we heel trots op. Jullie zijn er ook blij mee. Ja, dankjewel. Dankjewel. Wat dat precies allemaal gaat inhouden, daar komen we later wel een keer op terug. Zoals de kijkers ook al hebben kunnen zien, hebben we ook twee nieuwe sponsoren. Met trots mogen we zeggen dat bedrijven zoals Mill Lions en Domino's Eindhoven ons gaan sponsoren. Mill Lions, dit is een polootje, toch? Ja, Mill Lions. Om dit te vieren hebben we ook een kortingscode van 10%. Rood-wit-10 met hoofdletters. En dan wordt er 10% van de gehele bestelling. 10 of 10? En de nieuwe collectie is echt mooi. Ja. Ja, ik vind het ook wel een mooi polootje. Ja, zou je ook mooi staan, denk ik. Ja, iets bollig, maar. Een paar maatjes groter wel, denk ik. Maar. Maar we hebben dus een kortingscode ROODWIT10. Ik ga het ook in beeld laten plakken. En check dus Mill Lions en ook Domino's Eindhoven natuurlijk hartstikke blij mee. Leuk maar feit. Met al die sponsoren, dadelijk hebben we nog een eigen kledinglijn beginnen, of niet? Ja, als mensen ik ga niet weg bij Mill Lions. Nou, dat vind ik het mooi. Hè? Als we nou eens gewoon stel dat wij shirtjes zouden hebben of iets van een merchandise zouden hebben, dan wil ik wel eens van de kijkers weten, wat zou jullie dan voor shirtje willen van ons. Ja, dat is ook dat vind ik wel eens leuk. Een jas of zo is ook leuk. Ja. Een jas, ja. Daarom. We gaan het allemaal zien. Badjas. Klein feitje, de eigenaren van Mill Lions en van Domino's Eindhoven zijn ras-echte PSV'ers. Dus dat is altijd goed. Heel lekker, mooi. Man. Ja. Dat is altijd goed. Even voor de kijkers, de commercieel directeur. Ja, wat heeft hij eigenlijk te maken met de transfers? Niet zoveel als Ernie. Nee. Maar wel zoveel als de rest van de directie. We doen eigenlijk alles met z'n vieren. Dus als je zo'n dag ziet, de laatste week, dan elke dag kom je samen. Meestal op het eind van de dag of in de avond. Dan ga je eigenlijk door de lijst die we de dag van tevoren hebben afgesproken. Welke acties moet Ernie doen of gaat Ernie doen? Wie gaat die bellen? Wie gaat die afzeggen? Biedingen doen of juist niet? Of verder onderzoeken met de scouting? Komen we s'avonds weer bij elkaar? Okay. En dan krijgen we weer een update. Gaan we beslissingen nemen? Dit gaan we doen, die gaan we stoppen. Dus ja, dat is echt wel het unieke van deze directie, moet ik zeggen. Dat is echt elke dag een team. Ja, want is dat altijd zo geweest, zeg maar? Want dit is voor mij best wel nieuw. Nee. Als ik bij andere clubs kijk, zo heb ik dit nog nooit gehoord. Maar hetzelfde is, als ik met de commerciële deal kom, die breng ik ook in de directie. En dan mag Ernest ook iets van vinden. Ja, en dat doet hij ook. Okay. En dan stelt hij mij vragen, is het wel een goed bedrag? Hoe gaat die deal eruit zien? Wat wordt van de spelers verwacht? Op zich wel. Soms. Ja, maar dat is toch mooi. Ja, dat is goed. Dat mag ook. Ja. Ik heb niet... Persoonlijk heb ik niet de kennis van een linksback, rechtsback, rechtsbuiten. Maar ik sta wel vragen als ik die beelden zie. Want we zien ook beelden. Ja. Maar jij gaat ook naar die speler kijken bijvoorbeeld? Nee. Of jij krijgt beelden, of je gaat zelf opzoeken. Gooit op het scherm. Heb jij ook ooit als er een speler voorbij komt dat je denkt van bijvoorbeeld een Japaner, dat je denkt van oeh, dat is commercieel misschien ook wel slim? Of interessant? Ja, die vraag krijg ik wel eens ooit. Ja. Van wat zouden we daarmee kunnen? Ja, ja. Maar dan moet ik eerlijk zeggen, dan gaat het nooit over de totale bedragen. Maar ik geef wel mijn feedback meer ook qua reputatie. Ja. Pas op, of dit is mooi, die past mooi bij de club. Ik bedoel niet verkeerd aan andere collega's, maar ik ben natuurlijk 50 jaar seizoenkaarthouder, 48 jaar. Dus ik denk wel te weten de cultuur van de club en het DNA van de club. Ja. Dat doe ik meestal wel af en toe bewaken. Jongens... open trainingen moeten weer, dat soort dingen. Ja, weet je? Bedankt trouwens. Heeft niet open. Ja, weet ik. Daarom zeg ik het ook. En vorige week ook. Lekker. Ja, en dat doe ik niet alleen, hoor. Dat doe ik met heel veel mensen. Alleen in zo'n transferwindow, het is ook leuk. Maar is daar gegroeid zo? Of was het echt meteen van... Dat is Marcel.
Ja. Dat zegt Marcel. Marcel heeft daar vanaf dag 1 gezegd, wij zijn een team. En we doen alles met de vieren. Mooi. En afkloppen, maar als een van ons 4 per ongeluk omvalt op een dag, dan weten de andere 3 eigenlijk waar die persoon mee bezig was. En dat gaat gewoon, dat geeft ook echt wel een teamgevoel. Ja, en jij bent cultuurbewaker, maar die hebben we dadelijk nog iemand aan tafel. Zeker. Al van Kemenaars, dus blijf zitten. Stuart die is op vakantie. Marcel ook. Dus vandaar dat vroeg allebei vertrokken. Ja, wel verdiend, denk ik wel. Ja, maar misschien wel leuk om uit te leggen. Jij hebt natuurlijk contact gehad met PSV. Je hebt gewoon de vraag gesteld van god, wij vinden het interessant om Ernest aan tafel te krijgen. Want wij krijgen gewoon heel veel vragen ook als podcast. Ja. Nou, helaas ging dat niet, maar dan is het wel hartstikke gaaf dat in dit geval Frans zegt van dan schuif ik aan. Ja. En dan kan ik in ieder geval de belevingen van die periode overbrengen op spel. Ja. Ja, misschien best leuk, hè? Want ik denk dat niet heel veel mensen, Tommy wel, maar niet heel veel mensen weten wat er dan zo allemaal gebeurt achter de schermen. Ja. Kom ik daar ook wel even op, maar wat je allemaal in de media ziet, en dan bedoel ik niet de traditionele media alleen, maar clubwatchers, supportersforums, Twitter, noem het allemaal maar op. Als je dat, en ik volg het allemaal, dat is ook heel grappig. Want Marcel en Ernie volgen niks, maar ik volg het wel en ik rapporteer dan eigenlijk terug aan hun, als ik dingen zie. Ja, ja. Ik vind het namelijk vanuit mijn vorige professie heel dom om je kop in het zand te steken en te zeggen, ik kijk niks. Vind ik heel gek. Vind ik ook wel eens apart als ik dat wel eens hoor van spelers. Maar ik lees niks. Maar dat klopt. Nee, dat zeggen ze inderdaad. Ja, heel vaak zeggen ze dat. Dan wij denken. Dus ik ben er een beetje voor om dan ook, en Jaap trouwens ook, hè, onze CFO, een beetje terug te ventileren van dit wordt gezegd, dat wordt gezegd. Maar als je zeg maar alleen, zoals jij denk ik, Pascal of jullie, alleen maar de media hebt gevolgd de afgelopen weken. Ben je gek geworden? Dan was het Madhouse bij ons. Dat was een oorlogsgebied afgelopen maanden. Ja, zeker. Ja. Maar goed, en dan zitten wij in de directiekamer en denken, het is toch net iets anders. Maar terwijl Stuart lang uit in een hangmat met de sangriaatje niks ligt te doen. Zitten, Maar goed, we gaan even naar de stellingen. Wel. Ja, vandaag wel, ja. We gaan even naar de stellingen. Frans, deze transferperiode was een van de meest hectische die ik ooit heb meegemaakt. Nee. Oké. Pascal, PSV maakt een fout door geen nieuwe linksback toe te voegen aan de selectie. Ja. Tommy, Dams moet de voorkeur krijgen totdat Dest terug is. Zo. Die is opportunistisch. Eens gewoon. Eens. Frans, de ongeduld en de wanhoop die je soms proeft bij supporters over met name de verdediging, die snap ik wel. Dat is wel een lastig. Mag ik daar uitleggen? Als supporter snap ik hem wel. Oké. Gaan we er dadelijk verder op in. Pascal, Stuart krijgt van mij een ruime voldoende. Ja. Oké, Tommy. Paul van Kemenade is de belichaming van de gemoedelijke sfeer waar de hertgang voor staat. Zeker. Ja? Heel wel mee eens. Top. Frans, voor de supporters een hectische transferzomer. Hoe is dat voor PSV gegaan? Paul? Hey. Tegenwoordig is iedereen welkom. Ik ben de podcast. Zit in, Paul. Hey. Tim staat hier altijd over, Paul. Dat weet je toch. Maar een publiek. Hoe is de transferzomer? Hoe hebben jullie dat intern ervaren? Nou, ik kreeg net de vraag, de stelling van de meest hectische. Nou, dit was mijn 14e, 7 jaar nu. En ik durf wel te zeggen, het was de meest rustige. Okay. Wat ik net zei, we zijn elke middag, misschien eindmiddag, beginavond bij elkaar gekomen. Maar wat ik eigenlijk altijd heb meegemaakt van lange avonden tot 12:00, hectiek, is gewoon helemaal niet gebeurd. En een van de redenen is, kijk, we hadden een paar doelstellingen. Er moesten een aantal spelers komen. En we hebben er gewoon 4 gehaald voordat de zomervakanties begonnen. Ja. Onze zomervakanties. Ja. Met 3US, met Des, met Tilman, met Flamengo. Ja. Alleen het lijkt wel dat mensen dat de afgelopen weken gewoon zijn vergeten. Maar komt er ook niet door dat sommige, misschien ook Flamengo, die is natuurlijk nieuwe, jonge speler. En als je in een team komt of een achterhoede komt waar helemaal staat, dan is het makkelijk in te passen. Maar omdat er nou natuurlijk ook jonge jongens aan de zijkant komen, dus dan wordt voor hem wordt het ook moeilijk. En dan zien die mensen misschien niet meer de aankoop van 9 miljoen heeft hij gekost. Nee, dat kan. Dus dat is denk ik ook een beetje wat er meespeelt. Dat denk ik, ja. Een andere doelstelling was om zoveel mogelijk spelers te behouden. Ja. Kijk, Romaglio wisten we. Ja. En van deze wisten we ook dat hij wel de ambitie had om te gaan. En voor het goede bedrag zou hij mogen gaan. Dus dat waren eigenlijk de 2 die we wisten. En voor de rest wilden we iedereen behouden. Als dat dan lukt, dan zeggen wij tegen elkaar van potverdomme. Een dikke voldoende. Ja. En dan straalden we denk ik ook continu naar elkaar uit. Want naar buiten toe hebben we niks uitgestraald. Want er heeft niemand de pers op gezocht. Ook anders dan in het verleden. Hè. Dus tijdens de window heb je Ernie of Marcel helemaal niet gehoord. Nee. Pas zondag. Ja, klopt. Toen het eigenlijk voor ons al dicht was, eerlijk gezegd. Ja. En we waren eigenlijk alleen maar gefocust op, oké, we willen die behouden. Nou, die moeten erbij. En uiteindelijk kwamen er dan nog 2 bij met Karsdorp en Agallo. Ja. Om natuurlijk op het lijstje te staan. Maar als je dan de buitenwereld kijkt, was jouw vraag, hè? Ja.
ja, dan is het net of dat een oorlogsgebied was. Ja, en paniek. En er is niemand schuldig aan. Hè? Dus ik kan geen één journalist, clubvolger of forum benoemen van dat ligt aan hun. Maar het is wel een wetwees aan het worden. Hè? Ja. Weet je, ja. Waar je, ik zei het straks toen we even buiten zaten te praten tegen Pascal. Vroeger had je, in de tijd van Paul en mij, toen we jong waren, had je een krant. En in de krant had je een deadline als journalist. 11:00 PM, zoiets denk ik. En dan ging je gewoon naar bed. En dan had je de volgende dag de hele dag de tijd om je werk te doen. Mm-hmm. Vragen, navragen, controleren, klopt het? En dan wist je eigenlijk wel, als die journalist het dan schrijft, dan is het 80-90% is het waar. Ja. Die tijd is voorbij. Ja. Ja. Want het is een wet race. Je hebt nu hobbyisten, en dat bedoel ik met alle respect, die zich ook in dit geweld gaan mengen. Ja. Dat transfergeweld, jullie ook een beetje. Ja, ja, ja. Maar zo zijn er tientallen per club. Er zijn er wel honderden in Nederland. Het groeit ook. Die het als hobby doen. Dus je ook niet die druk voelen van, nou, het is mijn werk en ik heb ook niet een baas die er iets van vindt als ik een scoop mis. Mm-hmm. En die is er ook van alles ingooien. En ik zei van de week tegen Ernest Stewart, ik zeg, elke verdediger van Borkel en Schaft tot met Manchester City is wel gelinkt aan PSV. Ja. Ja. Dat betekent dus, als er dan eentje valt, is er altijd wel één iemand die zegt, heb ik toen gezegd. Ja, hè? Ja, ja. En het lijkt wel meer daarom te gaan. Ja. Daar gaat het in de buitenwereld van wie heeft de scoop, dan dat het nog om kwaliteit gaat. En dat, het goed informeren. En daar hebben wij best plezier om. Ja. Dat klinkt ook heel gek. Maar, ja, dat kan ik me ook voorstellen. Maar dat kan je ook wel voorstellen. In de directie kamer zitten we ook wel eens ooit te lachen, want dan geef ik een update wat er allemaal is geschreven. En ik kan straks wel voorbeelden geven. En dan beginnen we gewoon te lachen van, hoe komen ze daar nou bij? Ja. Maar gewoon niks ook van waar dan? Van veel. Nee. Er was ook heel veel ruis ook. Dat merkte ik ook in de vriendenapps. Zo'n 2,5 week geleden. Want ja, wij horen pik ook wel eens wat op. Maar op een gegeven moment kwam er zoveel ruis. Ik werd er op een gegeven moment helemaal moe van. Dat ik dacht van. En op een gegeven moment ga je daar zelf ook in mee. Want je gaat toch berichten wat doorsturen. Van hé jongens, check dit even of dat. En op een gegeven moment ga je dan mensen lastigvallen. Die zeggen ja, maat, dit speelt helemaal niet. Weet je wel. En dan denk ik ja, terug. Ja, en wij reageren nooit, hè? Nee. Maar als je één keer reageert, moet je elke keer reageren. Ja, ja, ja. Dus dan zie je een naam, Pascal bijvoorbeeld. Mm-hmm. Niet jij, maar dan nee, ja, ja. PSV is bezig met Pascal. Ja. Ja. Stel dat wij er helemaal niet mee bezig zijn. Dan lachen wij een beetje. Maar na 3 dagen krijg je, potverdomme, het lukt ze niet om Pascal binnen te halen. Ja, nee, we zijn er niet mee bezig. Ja. Nee, zeggen wij dat tegen elkaar. Ja, is het niet moeilijk om dan niet toch de media willen op te zoeken? Omdat je dan nee, denkt van, dat ja, is allemaal niet moeilijk. Nee. Nee, want je weet, als je dat één keer doet, dan moet je dan op elk gerucht aan reageren. Ja. Ja, alleen, je ziet dan wel de sfeer veranderen. Mm-hmm. Hè? Want uiteindelijk, zeker een paar hele goede clubwatchers, die worden gewoon geloofd meteen. Ja. En ook voor goede redenen misschien uit het verleden. En dan gaat het ding worden. En voor je het weet wordt dan gezegd, ja, Ernie ligt in zijn hangmat. Ja. Maar is dat voor een slaperd? Ja, ja, ja. Ik heb ja, letterlijk gelezen. Hè? Ja, heel vaak. Heel hoezo vaak, had hij hem niet binnen? Nou, omdat we geen interesse hadden. Ja. 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 Maar het geeft ook wel weer leuk. Want nou heb je die Mounir, als ik het goed zeg, die jongen. En dan duiken ook wel weer nieuwe tulpjes op, zeg maar. Die dan weer wel dichterop zitten. Ja. Ja. En wel, die houden veel de mond. Maar wat veel, ze dan noemen, dat speelt dan wel. En dat vind ik dan ook wel leuk. Ding, hoor. Ja, maar hij niet. Ik moet zeggen, hij zat wel echt. Hoe weet je dat? Nee, omdat je uiteindelijk zijn berichten leest en je hoort uiteindelijk wat eruit komt. En dan kan je natuurlijk zit daar wel eens een ruisje tussen, maar over het algemeen vond ik hem wel achteraf. Maar heeft hij die Angulo of weet die nieuwe? Die, die centrale die we nou gehaald hebben. Nagalo. Had hij die ook voorspeld? Ja. Zo, dan is hij heel goed geïnformeerd. Alleen wat ik. We gaan nu niet zozeer heel erg onze mening geven, dat doen we dadelijk. Maar het is meer. Als ik weg ben. Als je weg bent. Nee, maar het is meer. En dan samen met Paul dadelijk. Paul, dan kan Paul jou helemaal afvallen, dus dat komt helemaal goed. Nee, deuren op slot. Wat ik voornamelijk heb gelezen is dat supporters zich eigenlijk al een hele lange tijd druk maken. En wat ik veel hoor is, de verdediging bij PSV is al jaren het ondergeschoven kindje. Erkennen jullie dat of hoe kijken jullie daarnaar? Daar was ik wel benieuwd naar. Nou, volgens mij was die vorige seizoen niet zo heel slecht, toch? Precies. Als je één keer verliest. Ja, ja. Dat is tweeledig, want helemaal mee eens. En dat hebben we hier vorige week in de podcast ook genoemd. Als wij zeg maar een jaar geleden keken, zeg maar voor het einde transfer deadline. Ik denk als je de podcast zelfs terughaalt, dat je het ook nog gewoon hoort. Hadden we allemaal zoiets van, oeh. We hebben heel veel tegengoals tegengekregen met die jongens achterin. Is dat nou wel, zijn we daar nou vooruit gegaan? Dan vonden we allemaal eigenlijk wel, zeker op gebaseerd op de seizoenen ervoor, dat het niet zo is. Achteraf bleek, en vandaar ook dat in ieder geval vanuit mij het vertrouwen wel richting Stewart kwam, nou, dat die keuze gewoon een hele juiste bleek met de trainer, met de speelwijze. Dus achteraf, ja, absoluut. Dat was een hele goede stap. Aan de voorkant, als je het zeg maar. Dat was ook een goede stap dus. Ja, maar Schouten werd. Ja, niet, maar werd dat niet zo gevonden, zeg maar. Nee, okay, maar Schouten werd nu niks naar achteren gehaald, toch ook, in principe. Dus dan. Nou, was in bepaalde wedstrijden. Sommige wedstrijden. Ja. Sommige wedstrijden, ja. Ja. Maar hoe kijkt PSV daarna als dat wordt gezegd en als dat bij een gedeelte leeft bij ja, de maar kijk, dat zijn dingen die ik dus niet deel met mijn collega's. Dus dat ik lees dat, maar ik ga niet tegen Ernest Stewart of Marcel zeggen, nou jongens, we moeten misschien
een verdediger gaan halen, want dat vindt men. Nee. Nee, wat vinden wij, wat vindt de scouting, wat vindt Peter en zijn staf, daar luisteren we naar. We gaan niet luisteren van wat men vindt, want nee. Uiteindelijk gaan we ervan uit dat wij het beter weten, want dat is ons werk. Ja. Ja. Maar het ging uiteindelijk maar om één positie. Hè? Rechtsback was goed, linksback was top en Boskagli was ook top. Ja. Dus uiteindelijk ging het maar om Romali op zijn plaats. En daar hebben we ook vaak gezegd van, hey, zo slecht is het niet. Het wordt vaak uitbelicht als je foutje maakt. Maar je deed ook heel veel goede dingen. En nou gaat iedereen in één keer zeggen, oh, we missen zelfs Romali. Ja, goed hè? Maar die vind ik echt briljant. Ja. Dat klopt, maar uiteindelijk viel allemaal wel mee. Ja, hè? Mee eens. Alleen jammer, degene die erachter stond, die vielen tegen. Of die waren lang geblesseerd, die kwamen niet in zijn ritme. Die hebben ook misschien niet aan het werk gezien. Als ze een paar keer mee mochten doen, dan was het niet geweldig. Maar ja, dat is ook moeilijk als je niet in je ritme zit. Ja. Dus maar dat was het enige eigenlijk, hè? Maar ik snap de tendens bij de achterban. Dat snap ik heel erg. Ik snap wel dat inderdaad defensief hebben we af en toe best wel echt een hele goede speler zitten. Laat ik het ook eerlijk zeggen. Als wij een jaar geleden hadden gezegd tegen elkaar, deze die gaat voor 12 miljoen weg, hadden we elkaar in de lach geschoten. Had niemand verwacht eigenlijk een jaar geleden. Nee, dus die heeft mega stappen gemaakt. Die heeft hartstikke mooie stappen gemaakt. En een hele mooie en meer dan verdiende transfer. Dus dingen moeten ook samen kunnen vallen. Maar als je in het verleden kijkt, dan deel ik wel de mening dat het gevoelsmatig de aandacht veel meer op goede spelers middenveld aanval ligt, zeg maar. Weet ik. En de defensie meer op vertrouwen gebaseerd is. Hè. Obispo is bijvoorbeeld, hoeven we er voor de rest niet op in te gaan, maar een naam die vaak voorbij komt waarbij de achterban denkt van ja, misschien is het nu wel tijd om die transfer te maken. Dus de tendens, het gevoel zeg maar, achter het ondergeschoven kindje, ja, dat deel ik ook wel, dat snap ik wel. Alleen PSV die kijkt daar dus klaarblijkelijk anders naar. Want anders zouden ze wel anders handelen. Nou, maar ik denk dat je ook moet kijken. Stel dat het nu 1 april zou zijn. Mm-hmm. En we zouden zeggen, dadelijk op 1 september. Vandaag 3 september. Op 3 september hebben we Dest vastgelegd. Ja. Tilman vastgelegd. Driewits gehaald. Flamengo gehaald. En de enige die weg zijn is Romario en Teese. Ja. En de rest blijft allemaal. Dan hadden jullie hier denk ik... Sambo is natuurlijk ook vertrokken. Ja, want dat is wel... Dan hadden jullie denk ik hier toch de Polonaise door de VDL de skybox gelopen. Dat vind toch, ik wel niet? Goed. Vind ik wel echt goed dat de kernspelers wel behouden zijn. Had ik denk verwacht. Dat het een enorm knappe prestatie is. En dat was in eerste instantie het eerste doel. Hè? Want laten we alsjeblieft zorgen dat dit kampioensteam zoveel mogelijk bij elkaar blijft. Want kijk, ons eerste doel is kampioen worden. Dat is doel nummer 1. Natuurlijk willen we de Champions League winnen, maar we weten ook gewoon gebaseerd op feiten, op data, die kans is lastig. Ook al zouden we nog eens 30 miljoen tegenaan knallen, winnen we waarschijnlijk nog niet. Nee. Dus je moet zorgen dat je investeert op je eerste doel en niet op je doel 3. Ja. Want dan kan het fout gaan en we kennen denk ik de clubs waar dat misschien wel op is gegokt. Waar is dat misgegaan? mag jij zeggen? Ja. Maar je zegt de naam toch niet? In Amsterdam. In Amsterdam, ja. Nee, dus DWS. Kijk, en wij hebben natuurlijk in het verleden ook in die hoek gezeten. Hè? Ja, zeker 2011. Dat we, nog recenter, dat we op een gegeven moment moesten gaan verkopen in een zomer, omdat we anders financiële problemen hadden. Ja, ja. Omdat we ook al een beetje gegokt hadden. Ja. Nou, dat viel toen verkeerd, met wat play-offs die niet goed vielen. Hè? Ik kan je nog wel herinneren. Mm-hmm. Daarvan hebben we gezegd, dat nooit meer. Kijk, zo'n window was nu dat we niet hoeven te verkopen. Dus luxe. Ja, dat is echt. Ja, dat geeft zoveel rust, maar dan weet je zelf ook, als je gaat onderhandelen over wat dan ook, en je hebt rust, dan is dat heel erg fijn onderhandelen. Ja. Dat is denk ik wel het grote verschil met misschien het verleden, tenminste, sinds ik er ben. Nou ja, ik vind het wel heel lekker dat wij nou een technisch directeur hebben die gewoon voor spelers kan gaan liggen. Ja. Hoe zegt, nou, ze zijn te komen, dan moet je wel het juiste bedrag betalen. Dat is ooit wel eens anders geweest hier. Ook al willen spelers weg zelf, en hebben ze dat aangegeven. Maar dat tegelijkertijd, kijk, we hebben dit jaar natuurlijk aflopende contracten gehad. En er worden natuurlijk komende zomer, volgens mij 6 stuks uit mijn hoofd, maar dat kan er mis zitten. Lopen gewoon een aantal contracten af. Benitez is er een van, Boskagli is er een van. We zitten natuurlijk komende zomer met contracten met nog maar een jaar. Dus Joey Veerman is daar een van. Kan je iets vertellen over het plan, in ieder geval naar volgend jaar toe, om te voorkomen dat wij weer, of dat we in een situatie terecht gaan komen waar we spelers en transfervrij weggaan? Of hebben jullie de afspraak over gemaakt? Of wat mag je daarover vertellen? Ik mag in principe alles vertellen, alleen het is niet echt mijn werk. Maar kijk, er is nu wel een keuze gemaakt om bepaalde spelers niet te laten gaan, wetende dat het mogelijk uit een contract lopen. Ja. Dat is de keuze. En dan ga je weer terug naar, wat is nou je hoofddoelstelling? Kampioen worden. Is de kans met deze spelers groter, met of zonder hun? Ja. En stel dat ze gaan, lukt het ons dan om een vervanger op hetzelfde niveau te vinden? Nou, ik denk bij beide, nee. Dus die keuze maak je. Daarnaast waren de biedingen, en ik ga je zeker geen bedragen noemen, maar vergelijk het met andere biedingen, pak je Truida. Ja. Ook nog maar in dit seizoen alleen. Ja, nog maar, een jaartje. Ja, ja. Kijk wat ik in de krant lees. Ja. Flink bedrag, hè? Ja. Het kwam niet in de buurt.
Dus waarom zouden wij dan iemand die naar onze mening beter is, het is toch de linker straalverdediger van de kampioen, moeten laten gaan? Hetzelfde met Benitez. Pak de keeper van Go Eagles. Die naar Marseille is gegaan. Ja, de lange. Ja. Voor 3 miljoen? Ja. Kwam niet in de buurt, hè? Dus de keeper van de kampioen. Ja. Nee, maar dat bot is dan de helft van de keeper van Go Eagles. Moet je dan zeggen, nou, laten we maar gaan. Nee. Maar is dat ook niet een beetje het verhaal wat je al een paar jaar natuurlijk hoort? Is dat sommige clubs die zeggen, we moeten een keeper hebben. Die schieten met hagel. Ik heb ooit een verhaal gehoord. Ik weet niet of jij dat kan bevestigen. Dat zou kunnen, maar dan hoef je als... zeg maar het wild erop geschoten wordt niet te reageren. Nee, helemaal mee eens. En daar wil ik ook naartoe. Want er is een verhaal dat er op een gegeven moment een bod kwam voor een speler van PSV. Ik ga geen namen noemen. En dat echt de directie zo bij elkaar zat van, ja jongens, dit kunnen we eigenlijk bijna niet weigeren. En gewoon 10 minuten, 15 minuten later na dat overlegje de club gebeld wordt. Oké, wij gaan akkoord, we gaan praten. En de club zegt, oh nee, het is al niet meer nodig, we hebben een ander. Dat er gewoon clubs, maar dat idee had ik bij Atletico echt een beetje met Benitez. Dat zou kunnen, dat weet ik. Dat moet toch wel. Wat ik ook heel veel heb gelezen, en dat wilde ik ook wel benoemen, de linksbackpositie. We hebben heel veel namen voorbij zien komen in de media. Is PSV actief op zoek geweest naar een linksback? Zo ja. Waarom is er dan uiteindelijk geen linksback gekomen? Ik denk in het begin van de window wel. Actief wil zeggen, gewoon, we hebben gewoon lijst. Hè? Die heb je niet in de window, die heb je het hele jaar. Ja. Daar heb je scoutingsapparaat voor. Dus overal, achter elke positie, liggen 3-4 namen. Maar op een gegeven moment moet je ook gaan kijken, ja, wat is het budget wat we hebben in totaal? Ja. En je kunt geld maar één keer uitgeven. Het is niet dat het hier aan de bomen groeit, hier aan de PSV-laan. Dus je moet keuzes gaan maken. En dan ga je met de staf zitten. Ja. Dan ga je met Peter zitten. En Peter gaf, denk ik, 2-3 weken geleden aan... linksback is voor mij geen prioriteit. Want het eerste doel is kampioen worden. En als het goed is, komt Mauro terug met de interlandperiode. Uppegaard komt weer terug. We hebben Matteo. En in januari, februari... Komt Dest. Ja. Kijk, en dat vergeten mensen wel eens. Dest, die hebben vastgelegd. Nou, toen, jammerlijk genoeg, kreeg hij zijn blessure. En dan moet je de keuze gaan maken. Oké, waar gaan we nu iemand aannemen, kopen of even, sorry, of hebben huren. Wij Des nou voor zijn blessure afgelegd of zoals gecommuniceerd na zijn blessure? Nee, na zijn blessure. Nee, geen nieuws. Shit. Maar Des is eigenlijk, ik heb Des ooit gezien samen met John de Jong. Ik was van een commerciële trip in Amerika en John voor scouting. En toen zijn we naar een jeugdtoernooi bezig kijken. En dan speelde Des rechtsback. Van oorsprong is hier rechtsback. Ja, ja. Dus dan kom je nu op het punt, oké, wat gaan we zoeken? Links of rechts, want Des kan beide. Maar op de plek waar Des terugkomt, ga je niemand kopen. Nee. Want dan komt Des, in principe. Dat snap ik. Dus, daar zou je moeten huren. Ja. Dus moet je op een gegeven moment kijken, oké, we hebben dus links, koop en huur. We hebben rechts, koop en huur. En deze schakel op verschillende borden, wat mensen vaak niet begrijpen. Maar de verwachting is dat hij februari wedstrijd fit is. Ja. Ja, dan snap die keuze al. Ja, dus heeft Peter op een gegeven moment gezegd, Mauro, ook Oppegaard en ook Dams. Dams nou weer gezien. Hey. Prima, weet je, daarmee gaan wij meedoen. Met dat niveau gaan wij meedoen om het kampioenschap en ook in de Champions League. Ja. Prima, ik wil dat jullie gaan focussen op centraal en op rechts. Ja, want veel supporters, wat ik heb gelezen, die denken dat je met Mauro en Oppegaard niet naar Juventus hoeft te gaan. Nee, maar hoe lang geleden is dat Mauro echt linksback stond? Het was iedereen er lyrisch over, hè? Nou ja, weet je wat toen heeft hij hier echt een goede periode gehad, hè? Het fijne is aan Mauro, ik noem het altijd een beetje tussen haakjes, de hoe van PSV, die kun je eigenlijk overal neerzetten en die had altijd te voldoen. Ja, we zeiden ook van de Nederlandse competities is het goed zat en Europees is het misschien te licht. Alleen, hij is wel enorm blessuregevoelig, lijkt het. Dat klopt, maar ik denk dat Mauro... Ja, weet ik niet. Is hij altijd ook bij Jong zo vaak geblesseerd dan? Dat weet ik niet. Maar Pascal, we hadden zeg maar Dortmund uit, hè, speelde hij op middenveld. Toen vonden wij hem te licht voor. Maar ik denk linksback, dat hij daar veel beter in kan vullen als op middenveld. Middenveld is veel een belangrijke positie. En dan heb je met Schouten en Veerman heb je die gewoon nodig. Ja, en zo denkt Bos dan. Ja, dat denk ik ook. Ja. En dat snap ik ook. En als de trainer en als je nou een hele... met zijn staf dat signaal wil afgeven, dan zou het heel dom zijn dat wij als directie door blijven gaan op die linksback. Ja, en als je nou een hele goede haalt, leg je 2-3 jaar vast. En des is in februari fit. Ja, en dan moet je met die dan heb je wel een probleem. Kijk, daarom zei ik net ook die linksback... Patrick van Aanholt. Die had ik gehouden, maar goed, daar heb ik ook vaak... Maar dat, als je dan leest, en dat hoorde ik ook in de wandelgang om het zo te doen, dat de selectie die stond echt open voor hem. Die had ook, als ze dan echt naar Stewart zijn geweest, haal hem terug, dat weet ik dan niet. Maar hij viel... Dat is niet gebeurd. Nee, maar hij viel gewoon goed in de selectie. Het is een ervaren jongen, het is een jongen die de club kent de speelwijze van Bos.
ja, dan denk ik wel van ja, als je die jongen toch, dan weet je, nou tot en met januari, februari hebben we dan sowieso een linksback die we eventueel ook nog op de middenveld kunnen plaatsen. Daarachter hebben we met Mauro gewoon een goede tweede jongen. Oppegaard wordt ook niet voor de leeuwen gegooid als ze weer wat, maar dat is vervelend voor zijn jongen, dat merk je de laatste week ook. Weet je, daar heb je die Damsen nog bij. Dan had je denk ik wat dikker of wat vetter op de botten gezeten, zeg maar. En dat is wel echt een vraag die niet alleen ik, dat lees je ook overal. Ja. Die supporters wel hebben van, ja, waarom hebben we dan toch niet daarvoor gekozen? Een jongen die feitelijk om de hoek woont, bij wijze van spreken. Ja. Zo inpasbaar. Omdat we drie linksbacken hebben en in februari 4. Ja. Ja. En Bos, ja. die durft het gewoon aan. En dan zouden we vijfde hebben. En aan de andere kant, Damsen van de week. Hij was gewoon een van de betere spelers op het veld. Hè? Dus daar op een gegeven moment moet je ook een jongen kans geven. En dat is misschien een perfect moment om een Dams nou in de Nederlandse competitie te laten spelen. Ja. Voordat we weer hier drie kwartier en een uur over gaan hebben. Ik had nog één vraag. De centrale verdediger. We weten al best lang, wat ik heb gelezen, in ieder geval in de media, is dat of Ramaljo weg zou gaan of een beetje op het tweede plan zou komen. Hoe kan het dan, en dat is ook een vraag wat ik veel heb gelezen, dat we op een van de laatste dagen pas een centrale verdediger binnen hebben? Is dat gewoon omdat je op anderen hebt gefocust en daar is het niet mee rondgekomen? Is dat het? Of? Ja en ja, eigenlijk. Nogallo stond zeker op een lijst. Vorig jaar al, volgens mij. Okay. De winter. Nee, vorige zomer stond hij al op een lijst. Dus die is niet nieuw. Ja, iedereen heeft wel gelezen, Sepp van den Berg. En dat is ook zo'n mooi verhaal eigenlijk. Hè. Kijk, met Sepp van den Berg, daar zijn we mee in contact gekomen. Daar is inderdaad mee gesproken. Die jongen wil naar onze mening heel graag. In principe waren we er ook uit met hem. En ik vergelijk het wel eens met het kopen van een huis. Dan zie je, je bent op zoek naar een huis, je ziet een heel mooi huis. En dan ga je een beetje zo in de buurt een beetje polsen. En dan hoor je, wat zou de huis ongeveer moeten kosten? Ja, dit. Dan denk ik, nou, dat kan best realistisch zijn. En dat vind ik een mooie prijs. En dan ga je er naartoe. En dan hoor je van de makelaar, nou, of van de eigenaar van het huis. Nou, het is niet dit. Het is gewoon heel veel meer dan dit. Ja, ja, en dan op een gegeven moment ga je dan nog een keer vragen van, weet u dat zeker? Want ik heb toch dit en dit gehoord? Nee, dat weet u zeker. Het is minimaal dit. En, dus je hoeft echt niet aan te bellen. Want wij doen niet open. Ja, dat is ook een moment dat je dan, denk ik, wij denk ik met z'n allen hier, dan zeggen, nou, dan ga ik naar een ander huis kijken. Toch? Je blijft dan toch niet? Ja. En dat hebben wij gedaan. Alleen als dan lachen wij dus af en toe in de directiekamer. Dan zie je dus nog dagenlang dat wij toch weer naar binnen zijn gegaan in het huis. En toch weer hebben aangebeld. Wat helemaal niet waar was. Maar was het klaar. Ja. En het is bij Van den Berg gebeurd. En dat is ook bij de Japaner, bij Mönchengladbach gebeurd. Itakura. En op een gegeven moment komt Mönchengladbach en zegt, ja, hij is niet te koop. Nou, oké, prima. Weet je, dan is eigenlijk hetzelfde wat wij bij Boskakli hebben gedaan. Ja. Hij is niet te koop, prima. Dan ga je door. En dat weet ik nog goed dat we vorige week maandag of de maandag ervoor, dat wij hebben besloten, oké, we gaan er niet meer op door. En dat je tot met donderdag in de krant las, PSV weer een hoger bod had gebracht. Ja, en weer een hoger bod. Ja. En het is helemaal niet erg dat men dat schrijft. Mm-hmm. Alleen wij supporters, zet ik mijn supporterspet op, wij geloven dat. Ja. Ja. En dan denken supporters, wij denken dan op een gegeven moment, ja, potverdomme Ernie. Pak eens door. Pak eens door. Ja. Terwijl de deur eigenlijk al lang van twee kanten dicht is. Maar soms heb ik ook wel het idee dat ze, en absoluut niet alle supporters overheen kan, want er zijn gelukkig die het echt wel begrijpen. Maar soms lees je ook wel eens dat supporters denken van, je pak je winkelwaardje, je loopt de Jumbo in naar het schap verdedigers. Ja. Je pak er een paar uit of zo. Ja. Dus ja, zo simpel werkt het ook dat niet. Dat probeer inderdaad. Ik net uit te leggen met, je hebt een blessure van een hele goeie, die kan links en rechts. Dus je moet gaan schaken van, oké. En wat is er beschikbaar binnen ons budget? Want ja, nogmaals, wij zijn geen... Klopte die verhalen wel over het budget? Wat geschreven werd? 25 tot 30 miljoen op PSV nog beschikbaar? Dat hebben wij nooit gekeken. We weten welke posities we moeten hebben. Ja. En dan gaan wij gewoon kijken van welke spelers vinden wij het waard? Dat is ook nog zoiets wat men ooit vergeet. Hè? Onze duurste aankoop, denk ik, was Chucky. Ja. Ergens tussen de 12 en de 15 miljoen. Op het moment dat je in één keer 20 of 25 gaat betalen, is dat de nieuwe werkelijkheid. Hè? En dat heeft echt een impact, hè, in de buitenwereld. Want dan weten dus clubs voortaan, ook PSV. Ja. Want zo kijken wij ook. Hè. Als we ooit een speler proberen te kopen, dan kijken we bijna altijd van, wat is hun grootste transfer ooit geweest? Ja. Daar kijk je naar. Want je weet dat ze daar bijna nooit heel, heel dik overheen gaan. Ja. Dus dan kun je al vrij snel aftasten. En dat lees je eigenlijk nooit, maar dat is wel interessante info. Dus als je dan gaat zoeken op een club, wat is hun grootste transfer, dan weet je of dat je mee kunt spelen, ja of nee. Ja. Okay. En als wij in één keer van 14 naar 22 zouden gaan, mega stap. Ja, dat is bizar. Dan is vanaf volgend jaar, wordt elke speler duurder voor ons. Hè? Ja. Maar dat was bij die Itakura was er natuurlijk ook, die jongen 7, 28. Ja, als je dat uit 17, 18 miljoen gaat betalen voor een jongen die eigenlijk dan 100% afschrijft, dan moet je hem al 5 jaar contract geven. Ja. Ik denk dat iedereen wel begrijpt dat PSV dan niet gaat doen. Ja. Dus, maar goed, is er nog verder iets wat we kwijt willen? Want
wat jullie willen weten. Ik weet dat Frans zijn commerciële deel altijd over alles wil nadenken. Hebben jullie ooit overwogen om zeg maar de transferperiode op film te laten zetten? En net zoals bij Sunderland Till I Die, om gewoon eens achteraf een kijkje te laten geven bij de supporters achter de schermen. Ik denk dat dat echt heel interessant kan zijn. We hebben camera's. Dus, En de rode podcast staat er beschikbaar. Weet je die podcast die daar interesse in? Maar bij Sunderland Till I Die hebben ze dat ook gedaan. En toen met Vardy volgens mij hebben ze toen helemaal gevolgd. Ja. Dan krijg je ook echt wel het idee van... Ja. Weet je wel, die man die is aan het afdingen, 10 minuten voor tijd, belt die clubeigenaar. Ik denk dat supporters het heel graag zouden willen zien. Ja, dat weet ik, maar kijk, ik snap het dat het mooie content is, zeker als marketeer en commercieel. Mm-hmm. Maar van de andere kant, het is niet altijd goed om precies te weten hoe wij als club denken. Nee. Hoe wij onderhandelen, hoe onze strategie is, hoe onze filosofie is. En als je het doet, moet je wel alles laten zien. Ja, dan moet je alles laten zien. Kijk, we hebben daar een beetje, toen met Guts, die inside video, was natuurlijk heel gaaf. Ja. Dus we hebben het wel een keer stiekem zelf geprobeerd. Maar om nu externe partijen, productiemaatschappijen bij ons binnen te laten en overal te laten volgen. Nee, duidelijk. Oké. Okay. Ja. Top. Dan wil ik je heel erg bedanken voor het aansluiten. En wellicht in de toekomst. Ga ik het overgeven aan, aan Paul. Echt een belangrijke gast. Ja. Ja, ondertussen is er iemand aangeschoven. De Messias van de hertgang. De cultuurbewaker van PSV. En eigenaar van de verlenging. Paul van Kemenade, welkom. Dank u wel. Applaus. Doen we voor iedereen, Paul. Zou je erbij kunnen voor de microfoon? Jazeker. Ja, dank voor je komst. Eigenlijk zou je vanaf het begin zijn. Maar Frans Jans wilde per se vanaf het begin. Nee. Dat hebben wij gevraagd. Pascal, voor de mensen die Paul niet kennen. Zou jij Paul kunnen omschrijven? Ik denk dat je het cultuurbewaker, ik denk dat dat in één woord omvat. De gastvrijheid, de Brabantse gastvrijheid op de hertgang. Scherp. Ik vind Paul altijd wel heel scherp. Is een krachtige, hij is heel snel. Scherpe mes ook natuurlijk. Scherpe mes ook, nee, maar ad rem. Ik hou daarvan. Hij kan in één woord werken. Dat heeft hij van zijn vader, hè? Ja. Ik heb zijn vader ook meegemaakt. Ja, natuurlijk, ja. Die was ook heel scherp. Ja, maar ik vind dat wel heerlijk. Ik hou daarvan, weet je wel. Gewoon in één opmerking, weet je wel, van bam, bam. Ik bedoel, wat je al zegt, we proberen altijd van tevoren wat juice te krijgen of wat dan ook. En ik heb even contact gehad met mensen. En als ik hem bijvoorbeeld John Troos noem, bijvoorbeeld. Ja. Wat gaat er dan bij jou weer op? Nou, dan krijg ik pukkels in mijn nek. John Troos, ja, dat was onze haptonoom die uit, volgens mij woonde die in Arnhem. Ja. En die kwam regelmatig op de hertgang. En die... Ja, die viel eigenlijk zowel spelers als trainers echt lastig. Ja. Omdat hij dan vond dat hij hun in moest stralen. En doordat hij hun instraalde, zouden ze dan beter gaan voetballen, zeg maar. Ja. Had hij in mijn tijd ook niet kunnen komen dan wel. Ja. Ja, dan hadden we hem denk ik fulltime in dienst moeten nemen. Nee, maar die man, ik kan er wel iets over vertellen, want dat ging zelfs zo ver dat die man gewoon bij spelers en trainers thuis voor de deur stond. Meen je? Ja, zo ver is dat gegaan. Dus, en nou zit hij bij de Grote Beek dan? Nee, maar hij heeft bij Anderlecht daarvoor gezeten, bij John van der Broek. Ja, hij is... En daar werden ze kampioen. Die stond te springen daar ook op het veld en zo. Dus die ging in zijn eigen geloof, die man. Ja, dat was hij, ja. Ja, en hij... PSV is wel eens met hem in gesprek gegaan om gewoon een keer af te tasten en te kijken van ja, wat doe je dan? En wij willen wel best luisteren. Ja. En als we dan gebruik van jouw diensten maken, dan laten we het weten. Ja, alleen ja, die man die ken geen nee, dus die kwam gewoon te kust en te keur. Ja, hier in het stadion ook, hè, want we hebben hem in het stadion ook een keer moeten verwijderen. En op de hertgang heb ik hem helaas ook een keer moeten verwijderen. Ja, dat hoorde ik. Ja, je hebt hem er letterlijk uitgeschopt een keer. Ja, maar hij werd zelf handtastelijk, hè. Dus hij begon. Ja. Maar, ook dat nog. Ja, maar het was echt niet normaal. Die man die kon geen nee en die bleef maar... En die bleef echt... Ja, ik denk als je Mark van der Heuvel zijn WhatsApp-tijdlijn een keer terugleest... Ja, dan denk ik dat je een boek kunt schrijven. Hoeveel berichten hij geschreven heeft. Bizar, hè?
Hij drong zijn eigen echt op, hè, aan iedereen en aan de club. Maar dat is heel moeilijk voor de club, hè, want de club, want we hadden het net even heel kort over openbare trainingen. Ja. Op het moment dat je dus openbare trainingen hebt, dan is zo'n man dus vrij om zich op de hertgang te begeven. Dus wat moet je dan doen? Ja. Om hem de toegang te ontzeggen. Dan moet hij dus wel iets doen waardoor je echt kunt zeggen... Ja, luister vriend, jij komt er nou niet meer in. Dan sta ik er wel verder vanaf. Dus dan kan ik daar wat makkelijker doen. Ja, maar ook over uitspraken. Onlangs, die heb ik ook tijdens een podcast gehoord... over These. Weet je wel, van, er werd gevraagd door een dingen van... is het juiste bedrag geboden? En dan komt hij eroverheen. Over de helft breng ik je nog wel even op de fiets. Dat is wel een uitspraak die wij trouwens wel vaker doen. Hè? Van, jongen, als er iemand komt, wij brengen jou persoonlijk weg. Maar kan het nu nog? Ja, het kan nu. Ja? Omdat de generatie wel natuurlijk anders is. In onze tijd, of in mijn tijd, of daarvoor en daarna. Dat was natuurlijk een andere... hiërarchie of hoe zeg je dat, in de groep. En nu denk ik wel eens van, kan dat nog? Maar ik denk ook wel, jij hebt ook wel de gunfactor en iedereen die kan er van jou wel waarderen. Maar ik denk als je heel snel begint, dan een jongen dan echt denkt van, waar ben ik terecht gekomen? Ja, daar wordt hij ook hard van. Nee. Bijvoorbeeld Luc de Jong, wat zei je tegen hem toen hij op de hertgang kwam, in zijn tweede periode? Hij zei, loop jij hier nog steeds rond? Ja. Ik zeg, ja, ik was de enige die tegengestemd heeft. Ik zeg, maar ze hebben niet geluisterd. Maar doe jij nog koken ook nog? Nee. Ik heb gewoon een jaar van jouw kookkunsten... In mijn tijd stond hij gewoon in de keuken te bakken en te braden. Ik dacht eerlijk gezegd dat hij nog steeds zijn, want als ik hem zie, dan staat hij ook in de keuken. Ja, we strijden eigenlijk te doen dan. Ja. Dat vroeg me toen ook al af. Daarna heb je de ziekte van Crohn. Dat was onder jullie papa al. En dat was mooi. We kregen Harry en Mies, kregen wij gewoon gebakken ei. Kregen we krokettenbrood, kregen we ragout, kregen we loempia's. En nou zit iedereen... Ik heb wel eens een keer bij Eindhoven een kroket neergelegd. Nou, die jongens die dachten, dat kan niet, dat mag niet. Ik zeg, jongens, Ronaldo, die had ook gewoon kroketten, ragout, loempia's. Schoot er 35 binnen. Ik vind het af en toe zo... Maar dat is nou ook niet meer, denk ik wel. Nee. Dat mag echt niet meer, hè? Nee. Jongen, wij zaten elke keer even die mayo doorheen. Ja, maar bij PSV gewoon, hè? We kunnen echt de frietpan, die ken ik uit de keuken, nou wel gaan slopen. Ja, dat is te klaar, hè? Die zit weg te roesten daar. Maar vroeger was maandag was eieren, altijd vaste dag, hè? Uitsmijterdag, altijd. Kom je met je bordje langs. Ja, mooi. En daarna ging jij, heb jij een jaar, zeg maar, toen ik bij PSV terugkwam, toen stond je met Liesbeth denk ik in de keuken. Maar dat is eigenlijk pas sinds Roger Smit. Die kon niet aanzien of die dacht echt van... Nee, uiteindelijk waren wij aan het koken natuurlijk. Ja. Alleen als je dan een graadje verder gaat, dan haak ik ook af. Zo simpel is het gewoon. Hè. Toon en John waren dat toen. Ja. Toen kwam Roger met heel zijn staf over. Oh, ja. Het was coronatijd ook nog. Ja. Dus de spelers die begonnen 's morgens, maar het werd ontbijt, lunch en avondeten. Omdat er waren geen restaurants in Eindhoven open, er kwamen nieuwe spelers. En dus Roger en zijn staf zeiden, we willen na de laatste training, 's middags, daarna is het gewoon gezamenlijk eten, weer. Ja, dus dan ga je naar een ander level. Toen zijn we dus begonnen met een kok aan te nemen die ook vast bij het team bleef. Ook bij uitwedstrijden. Dus okay. En ook mee naar Europese wedstrijden. En dat is nu eigenlijk nog steeds. Krijg je daardoor een andere rol op de hertgang? Ik ben er nu niet meer iedere dag. Mm-hmm. Maar dat komt ook door verandering van werkzaamheden. Hè. Je hebt het aan de andere kant bij de academie ook wel wat te doen. Ja, ja. En de verlenging. Plus op de achtergrond zijn er best wel werkzaamheden. Dus ik ben er wel heel vaak. Maar ik plan mezelf 2 tot 3 dagen gewoon in. Dus bijvoorbeeld voor een wedstrijd. Voor als PSV thuis voetbalt. Voor een wedstrijd. Sportmaaltijd. Ja, je moet even die vaste eikpunten. Maar wissel je dan met Liesbeth? Of is het, het is nog waar. We proberen wel een beetje in stand te houden. Of ik ben er. Dat er wel een herkenbaar gezicht blijft. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is. En wie van de huidige selectie heb je de beste band mee? Ja, de ze kijken allemaal trouwens, hè? Ja, ze kijken allemaal. Kijken ze, ja? Ja, Luc sowieso. Maar Luc heeft aangegeven. Ik heb met Luc een hele goede band. dat is flauw om te zeggen, maar daar zijn natuurlijk... maar de Nederlanders, daar ga je heel goed op natuurlijk. Ja. Dus die hebben wel een beetje dezelfde humor. Dus ik moet zeggen, met Luc en Joey en... Maar was het groot verschil toen in mijn tijd een beetje en nu?
Kijk, wij sprinten bijvoorbeeld na de wedstrijd naar de verlenging. Via de keuken kwamen wij binnen al. Dus dat is niet meer, denk ik. Hè? Nee, het enige wat... Kijk, hun humor is niet veranderd. Dus nee, die grapjes die we vroeger maakten, die maken we nu nog steeds. Alleen, het is wat formeler geworden. Wij deden die grappen vroeger gewoon maken. Of dat er trainers bij zaten. Ja. Dat maakte ons eigenlijk helemaal niks uit. Nee. En nu zie ik wel dat ze een beetje gereserveerder zijn op het moment dat iedereen erbij zit. Ja, maar dat hoeft eigenlijk ook niet, maar... Ja. We hadden vroeger wel eens een trainer die zei gewoon voor een wedstrijd van hallo, kan het alsjeblieft een beetje rustiger? Die, ja, dat werd wel heel hard gelachen. Dat was gewoon voor een Champions League. Die dacht dus toch een topclub hier. Maar die... En spelers van vroeger, heb je daar nog veel contact mee? Ja, maar wel de lichting waar ik eigenlijk mee begonnen ben. Okay. Dus ik ben rond 99, 2000 voor het eerst dagelijks daar gaan werken. En die lichting, ik zag net voordat ik hier naartoe reed, Jan Venegor bijvoorbeeld. En echt de Arnold Brugging. Waterreus, John. Luc Nielis. John de Jong. Ja, Luc Nielis komt ook door. John de Jong, die zien we nog best vaak natuurlijk. En Fredje Bouwma. Maar je doet ook één keer per jaar, heeft Paul organiseert al met oud-spelers. Heeft hij een leuk groepje bij elkaar weten te vinden. Dat was eerst voetvolley. Ja. En nou is het, omdat natuurlijk padel is helemaal hot. Hè? Is dus, helemaal hot. Dus nou heeft hij één keer per jaar doen we padel en gaan we daarna in de gapen gaan we boven eten en een bol doen. Gezellig. Ja, dat is echt leuk. Dan zie je elkaar allemaal weer. Dus ook dat is top. PSV. Ja. Ja, ja. Ja, dat is ook spannend. Ja, zeker. We gaan het dadelijk ook even nog over de transperiode hebben. Even iets anders. Ik ga het voorlezen, ik moet het allemaal goed zeggen. Ik werd gedm'd door Miguel Walraven om een shout-out te doen naar zijn vader, Harry Walraven. Een mega fanatieke PSV-supporter met een eigen PSV-museum met onder andere heel veel PSV-shirts. Zijn Instagram-pagina is psv-shirts-harry. Ik zet het ook in de beschrijving van deze video. Dus neem een kijkje en dat is het echt waard. Mooi. Dat moest ik even kwijt. De transferperiode. En dat is ook de PSV-medium-stelling van de week. De stelling die wij samen hebben bedacht. PSV heeft een geslaagde transferperiode gehad. Wat vind je daarvan? Klopt dat? Ja. Ik ben nou benieuwd, Paul. Frans staat er beneden aan de trap te luisteren. Nee, ja, ik zou niet weten waarom niet. Want ik ga niet in de bescherming, maar dat zou toch wel knap zijn als wij nu al weten of dat er ingeslaagd transferperiode is. Ja. Dat is toch? Ja, klopt. Gevoelsmatig. Ja, gevoelsmatig is die gewoon oké. Ja, dat denk ik ook wel. Is die gewoon oké. Ja. Alleen de vraag is met Karsdorp, hoe lang duurt dat? Die verdediger ken ik totaal niet. Dus dat is ook afwachten. Ja. Ja, ik zou niet weten wie die is. Ik heb wat beelden gezien, maar heb je ook van Manolev en zo. Hier van de Top Level podcast, de Opa Toivonen, die maakt altijd spreekbeurten. Ja. En daar heb ik ook een heel stuk zitten lezen. En daar komt hij er echt wel goed uit. En die doet dat wel op basis van data en zo. Dus het lijkt wel op het oog, als je het leest, de data, lijkt het wel echt wel een goede aanwinst. Ja. Nou, dat zal aansluiten op wat Frans zegt natuurlijk. Ja. Ja, en Karsdorp, ja, luister als die jongen gewoon zijn niveau kan halen. Als hij 7 jaar aan zijn moet gewoon fit worden. En dan Europa Cup winnaar. Ja. Heeft alleen individueel nog getraind, dus niet met de groep. Ja. Dus dat gaat hij nu doen. Ja, daarna twee weken de tijd voor. Ja. Ja, daarom. Hij was er gewoon bij. Okay, top. Dus, 2 weken is de tijd voor, joh, dat komt wel goed. Ja. En als jullie Stuart een cijfer moeten geven voor de transferperiode. Tommy. Ja, ik ben een Stuart fan en Marcel Brands fan ook. Dus vorig jaar was het een dikke 10 en daar komen ze nou weer in de buurt. Dus ik denk dat we het gewoon kunnen evenaren. Dus ondanks de linksback positie bij de Nederlandse competitie sowieso. En nou met de nieuwe Champions League. Waar iedereen ons meer kans voor dat we meer kans hebben, zeg maar. Ik verwacht wel dat het uiteindelijk goed komt. En als het echt erom gaat, dan is Des weer fit. Ja. Karsdorp is over een paar maanden fit. Ja, dan heb je gewoon achterhoede staan. Bij mij knaagt het gewoon. Ik denk als je, maar dat is puur mijn bescheiden mening. Als je een goede linksback nog had gehaald met ervaring, had je eigenlijk de perfecte. Weet ik, maar daar hebben we het over gehad. Kijk, Des die is over 5-6 maanden fit. Ja, en dan heb je wel een ding. En dan heb je dus een haal je. Wie wil er dan komen als je weet dat Des eraan komt? Dat is ook nog een goeie, hè? En nu heb je ook gewoon, kunnen jonge gasten kun je gewoon de kans geven. En Dams die laat van het weekend al zien, hè? Ja, hij had dus laat maar gewoon spelen. En als de rest dadelijk gewoon, kijk, die Flamingo die moet ik even de kans geven. Die staat er dadelijk ook. Hey, die hebben ze niet voor niks van 9 miljoen gehaald. Hey, Boskagli is top. En als Karsdorp top is, dan heb je al 3 hele goeie. En dan gaat die vierde, die back gaat er ook wel in mee. En Pascal? Ja, ik zit op een 7,5. En uiteindelijk val ik wel toch al bij die linksback. Ik denk dat PSV daar toch wel een risico neemt. Al volgens ze wel in het verhaal. Weet je, je verwacht dat Des terugkomt. En moet je dan voor 4 maanden of 3,5 maand moet je dan iemand gaan huren. Maar, het kan een hele dure zijn. Had je dan
niet, en dat is even advocaat van de duivel, dan maar niet Dest moeten halen en een back moeten halen die er meteen staat. Nee, ik vind Dest, dat is een buitencategorie. Maar we hebben ook midden maanden op moeten wachten. Ja. Maar Pascal, we hebben middenveld en voorhoede, hebben we zoveel kwaliteit. Dat is allemaal intact gebleven, misschien zijn we nog wel sterker geworden. Nou, maar daarom Lang dadelijk terug, of die is weer terug. Oh. Hey, die had je vorig seizoen ook niet. Dus uiteindelijk die linksbackpositie gaat daar echt niet opvallen of uit de toon vallen. Echt niet. Nee. Maar goed, maar dat moet inderdaad, en dat zegt Paul ook terecht, en Frans daar straks ook, dat moet uiteindelijk gaan blijken. Ja. Ik bedoel, als hij naar Gallo inderdaad de aanwezigheid wel van zijn hoop. Maar na vorig jaar zo'n seizoen te hebben gehad en nu bijna dezelfde selectie op dat het aantal. Vind ik echt heel maar knap, jij geeft een 7,5, dat vind ik echt laag. Ja, omdat ik toch wel gevoelsmatig. Over vier maanden zeg je, of over eind ons zin zeg je zeker 9 of 9,5. Laat zeker. Ik zo zeggen, ik heb niet het vertrouwen persoonlijk. En ik hoop dat net zoals met deze vorig jaar, tegendeel bewezen gaat worden. Maar dat Mauro en Obbegaard op dit moment de mannen zijn die PSV in grote wedstrijden in Nederland kunnen helpen. Ik denk dat echt, die linksback positie, dat gaat echt een Achilleshiel worden van ons. En dat vind ik persoonlijk wel echt een risico. Want daarnaast, je merkt het ook met ons spel. Kijk, Dest die kwam 400 keer op. Maar Dest is niet evenaarder. We kunnen niemand halen die beter is of hetzelfde als Dest. Echt niet. Maar als je een Dams afgelopen weekend ziet. Ik vind hem aardig goed aan de bal. Ik vind hem een goede trap ook hebben. Hij gaf een paar keer een goalsbal. En dan bedoel ik, geef die jongen de kans. Maar wel tegen Go Ahead Eagles. Ja, verdedigend vond ik hem ook wel. Die zat er goed op. Ik hou er wel van dat soort spelers. Maar wat leuk is, we hebben die stelling gisteravond vannacht om 12 uur erin gegooid. En eigenlijk zegt 60% ook 7 tot een 8. 33% 5 tot een 6. En 7% die zit inderdaad aan jouw kant. Kijk, die snappen 9 het. Tot 10. Die snappen het bal. Uniek. Ik denk dat jij 6 keer hebt ingevuld. Ja, maar in stand hebben we voetbalbal. Je hebt zo'n links-back positie. Ja. Heb ik vroeger, dan deden we het elftal indelen. En dan hielden we iemand over. En die ging linksback voetballen. Ja, dat is nou Mauro. Ik heb 13 jaar linksback gestaan. Ja, ik heb ook nog linksback gestaan. Ik heb hier linksback gestaan, jongen. Ja. Maar nogmaals, alle vertrouwen naar Stuart. En ik denk dat het allerknapste is het behouden van de speler van drie maanden geleden riepen. Die zijn 100% weg. Ik denk dat sterker nog, jij riep het een week geleden nog. Ja, er komt een bot dus, die is weg. Nee, goed, maar je moet wel goed. Dat gaan we nou terugzien. Ik moet ook even een lans breken voor Ernest Stuart. Want hij werkt op de hertgang, hè? Daar is zijn kantoor. Nou, als ik zie wat hij de afgelopen 2-3 maanden gewoon gewerkt heeft, gewoon welke effort hij daarin steekt, zeg maar. En dan bedoel ik ook aanwezig zijn, maar aanwezigheid. Ja, en doen. Je ziet gewoon hoe druk hij en begaan hij is met zijn werk goed doen en voor de club, ja, dan petje af. Nee, maar 100%, 100% vertrouwen. En dat heb ik ook altijd uitgesproken in Stuart. Ja. Ik ben ook zelf nog nooit zo rustig geweest tijdens de transperiode. Ja. Ik had altijd het idee van dit gaat goed. Ik was aan het stressen en hij zei, doe nou maar gewoon rustig. Ja. Ik denk, omgekeerde wereld. Ja. Jullie stressen wel snel met z'n tweeën. Ja, PSV Sports hebben ook heel vaak kritiek gehad dat wij spelers te goede koop wegdeden. Ja, ja zeker. Dat gebeurt nu niet. Hij gaat ervoor liggen en daar hou ik van. En als je Schouten en Veerman kan houden, ik vind dat wel knap. De koffie vind ik eigenlijk ook voor veel geld. Ja, zeker, zeker. Ja, we hebben een bot ontvangen. Ik was al lang weg geweest, maar ja, ik maak het niet. Dan gaan we het gewoon hebben over PSV Go Ahead Eagles. Ik vond het een beetje zomeravondvoetbal. Ik weet niet of jullie daar... Eerst 10 minuten sowieso niet. Nee, want het was echt dramatisch. Ja. Wedstrijden lang, ook tegen mindere tegenstanders. Is het dan gewoon dat we nog niet wakker zijn? Het weer, het was heel warm, hè? Ja, het was heel warm. Ik had er zelf last van, moet ik zeggen. Peter Bos heeft dat verklaard naar de wedstrijd. Hij had verwacht dat Go Ahead anders zou beginnen. Ja, hij zei, ik zie ze in een 5-4-1 systeem staan. En ik had niet verwacht dat ze zo ver naar achteren zouden spelen. Dus dat hebben we even... Want inderdaad, dacht ook 10 minuten, want ik heb die wedstrijd kijk ik altijd naar. Maken, hey? Go Ahead Eagles, in eigen huis. Dus of ze nou 4-3-3, 5, ik ken me geen dat mag toch niet, Paul. Die systemen waar je af en toe denk knettergek van. Maar dan mag toch helemaal niks doen. Als PSV zijn, dan moet je toch meteen vanaf een minuut gewoon alles bepalen. Ik ben het wel met Tommy eens. Als je in eigen huis voetbalt, dan moet je gewoon moet je gewoon voor gaan. Word je niet verrast door Go Ahead Eagles? Hey, kom op. Ja, maar uiteindelijk is die partij toch redelijk makkelijk gewonnen. Ja. Ja, ik kijk wedstrijden altijd terug als ik in het stadion zit. Omdat ik heb echt gemerkt,
Wat je ziet in het stadion of je ziet op tv, is een wereld van verschil. Naast het feit dat je gewoon zit ouwe hoeren en biertje erbij. En eigenlijk waren het de eerste 6-7 minuten PSV inderdaad, die eventjes een paar keer zijn eigen lied opschrikken. En daarna zie je wel een bepaalde omzetting. En PSV die gaat wat meer druk zetten op de bal. En eigenlijk vanaf minuut 7, minuut 8 zie je PSV echt wel dominant worden. En eigenlijk komt heel Go Ahead Eagles er niet meer aan. Hè? Nee. In het hele spel niet tot de 75. Het komt echt uit de lucht vallen, hè? Want het was gewoon ook... Goeie counter. Oké, we stonden echt kloot achterin, hè? Go Ahead. Ja, daar komt hij bij Til terecht en die staat alweer op de goede plek. En die schieten we makkelijk binnen, maar... Dat heb ik gedaan. Okay. Maar als jij zeg maar die situatie ziet, er komt een schot van Veerman. Nou, die bal die wordt geblokt, die komt hoog. Dan wint Luc de Jong een kopduel. Zo, die bal die komt bij Guus Til terecht. Nee, maar die bal die komt bij Guus Til terecht. Ja, die verdediger die werkt toch slecht weg. Daardoor komt hij bij Til terecht. Ja. Nee, dat duel wordt door Luc de Jong gewonnen. Nee, echt niet. Die bal werkte echt dramatisch weg. Die verdediger van Go Ahead. Ja, maar... Maar die gaat dan omhoog. Veerman die tikt hem terug. En Luc de Jong die pakt hem zo met zijn hoofd en legt ja, hem neer. Ja, dat gebeurt op een schot. Dan ga ik even terugkijken, jongens. En hij valt onder het lichaam van Til. En die schiet bijna uit stand. Maar tot die tijd... Dat is een goed doelpunt, hoor. Tot dat doelpunt hebben we echt niks laten zien. Ja. En dan uiteindelijk weet je dan, wat Paul ook zegt, weet je gewoon dat het uiteindelijk gewoon 2-3, 4-0 wordt. En dat is gewoon de kracht van PSV. Want dan heb je op middenveld en voorin heb je gewoon heel veel kwaliteit. Paul, zie je ons overtuigend kampioen worden? Dat denk ik wel. Ja. Want ik zei gisteren toevallig, en dan moet ik uitkijken wat ik nu zeg, maar doe het mag hier alles zeggen. Ja. Mag hier alles doen zeggen. Ook. Nee, maar ik denk dat de concurrentie zwakker is geworden. Ja, dat heb ik ook gezegd. Ja. En dus dan, al zouden wij hetzelfde niveau halen, dan zouden we het al worden. Ja. Maar ik heb niet, misschien nog veel te vroeg om te oordelen na twee wedstrijden, want Ajax heeft maar twee wedstrijden voetbal, toch? Ja. Dus daar kun je niet... Ja, het is wel ja, zo. Die hebben maar twee wedstrijden. Ja. Dus daar kun je niks aan ophangen. Klopt. Maar ik heb nou niet meteen de indruk dat de concurrentie veel sterker is. Maar ik denk zelfs dat ze kunnen evenaren gewoon. Dat denk ik echt. Als je meteen in het begin ook alweer 7-1 wint bij... We scoren heel makkelijk en de verschillende doelpunten maken. Almere. Ja. Nou, hadden wij niet 91 punten of zo vorig jaar? Ja, dat is wel veel, hè? Heel veel. Ik denk dat het gewoon weer kan, omdat het de topploeg of ook de subtopploeg, ik denk dat die minder zijn geworden. Ja, en wat je ziet, dat zeiden ze van de week ook bij de toplevel, iedereen kan scoren bij PSV. Echt veel, maar echt niet normaal. Iedereen kan een doelpunt maken. Ik weet zeker dat Lozano gaat weg tussen 10 en 15 doelpunten. Die gaat hij weg bij PSV. In één helft, ja. Wat? In één seizoen zelf? Ja. Ja, okay. Ja, als je zo doorgaat, haalt hij dat. Weet je hoeveel mogelijkheden hij nou krijgt? Ja. Laat het hopen dat hij dat nog als laatste cadeautje kan geven aan ons. Ja, dan gaan we het hebben over de loting. Hoe hebben jullie naar de loting gekeken? Wil je echt de assist van Tilman overslaan? Op Joey Veerman? Nee, door de benen. Nee. Had ik je wel genoteerd. Weet je wat ik ook nog over Tilman wil zeggen? Dams en Tilman. Ja, die Tilman was een geweldige actie. Maar ook waar hij verdedigen nog af en toe doet. Ja, maar dat is een sierlijke voetballer. Af en toe nonchalant heeft. Hè? Af en toe zijn momenten. Maar als je dan ziet hoe hij omschakelt en een sliding een bal afpakt. Dan denk ik, dat is toch mooi om te zien dat zo'n speler dat doet. Ja. Ik ben blij dat we hem hebben kunnen maar ook halen. Maar 3 minuten voor die geweldige assist levert hij dus een dom balletje. Dan zeggen wij nog op de tribune. Dat moet je accepteren met hem en dan geen 3 minuten later. En ook na dat doelpunt loopt hij naar de middenstip. En Koen van der Wal die stond bij ons, SLO, en die wees ons erop. Hij heeft op al die schermen die dat terug zitten kijken. Volgens mij kon hij het zelf ook niet geloven wat hij daarvoor gedaan had. Ja, mooi. Fantastisch en goed afgewerkt, jongen. De Joe. Zo makkelijk was hij nog niet, want hij was hard met de stuit. Hè? Ja. Maar dat heet voetbal intelligentie, hè? Ja. Ja. Dat is ook een dingetje. Ja. Ja. Je kunt wel heel goed voetballen, maar je moet ook nog een klein beetje intelligent vermogen... Op het veld. Ik weet er alles eigenlijk van. Heeft hij alles. Ik weet er alles van. Dat is voor jou eigenlijk een beetje misgegaan. Voetballen zat eigenlijk wel goed. Voetballen zat eigenlijk wel goed. Ja, voetbal had ik echt veel. Ik kreeg al heel veel vertrouwen van, jongens. Die heeft mij echt groot gemaakt. Mooi, man. Maar, je bent niet gaan zweven. Bij de voetjes op de grond gooien. Ja, dat bleef je wel. Hoor. Maar dan gaan we nu wel, als er nog niet iemand iets heeft over de wedstrijd, gaan we gewoon naar de loting. Hoe heb je naar de loting gekeken? Ben je tevreden over de clubs? Ja. Kan je alle ploegen erop noemen? Ja. Ik zou niks van weten. Ja, ik kom wel in Nederland. Thuis? Want het gaat er toch over dat we beide... Eerste drie eindigen, dat is toch te halen, of niet? Nee, de eerste 24. Het is helemaal veranderd. Voilà. Competitie. Ja, erin. Nee, maar goed, van deze 8 ploegen bedoel ik dat wij waar wij van kunnen winnen, zeg maar. Er zitten er 3-4 bij. Ja, waar het moeilijk daar, tegenwoordig. Dat zal lastig worden. Vrij lastig. Maar de rest heb ik daar niet. Nee, dat klopt.
En misschien Juve ook wel niet. Ik denk dat we gewoon zomaar 15 punten kunnen pakken. Ja. Even dan, thuis spelen we tegen Liverpool, Sporting, Girona en Shakhtar Donetsk. Uit tegen Juventus, Paris Saint-Germain, Stade Brest en Rode Ster Belgrado. Ja, dat zijn 15 punten. Ja, denk, durf dat je denk dat? Ik echt. Ja. Kijk even in de camera en zeg. Maar wij spelen ook tegen. Punten. Feyenoord speelt ook tegen dezelfde ploeg uit onze pool. Ja, maar elke club. Ja, die serieus. Feyenoord speelt ook tegen Girona of zo? Uit. Ja. Maar ik heb liever Girona thuis dan uit, toch? Ja, ik zie wel kansen. Ja, maar als jij thuis de vier ploegen van thuis krijgt. Liverpool die krijg je pas in januari. Dat hoeft geen straf te zijn. Het is wel vervelend dat je daar een trainer hebt zitten die de club door. Ik heb ze van het weekend het voetballen gezien. Die zitten er wel. Dat is wel lastig, dat is wel. Liverpool. Oh, Liverpool. Ja, dat was Manchester, tegen Manchester van Ten Hag. Oh, man. Dat is een mooi die slot heeft. Maar dat is nou al de koning daar. Nu kan ik ervan niet kennen. Nu bij Feyenoord zit, kan ik... Ik kon van hem eigenlijk sowieso al genieten, ook bij Feyenoord. Klopt, ja. Nee, maar ik bedoel, de Liverpool, daar gaat het lastig worden. Maar ik denk dat die andere drie, die kan je gewoon winnen thuis. Maar dan heb je uit, heb je Rode Ster. Nou, daar zijn we voor het laatste 2004 geweest. Pakken we ook. Van Gomez. Dat zijn we er al. Was de grabbel wedstrijd van Gomez? Daar scoorde John de Jong nog volgens mij. Ja, volgens mij wel. Ja. Hadden we 2-1 gewonnen daar uiteindelijk? Of nee, gelijks... hebben wij niet gewonnen. Hebben we verloren met 2-1. Wij moesten thuis winnen, want anders gingen we niet... En toen gingen we thuis met 5-1 er volgens mij overheen. Ja, ja. En ik denk ook dat je... Uiteindelijk stond een halve finale Champions League. En die hebben we een aardige supporterschare hebben ze. Ja, en een hele goede speler. Maar die opzet, jij vindt echt iets... Ik vind het echt een gaaf opzet. Ik vind het ook. Weet je wat je normaal gesproken... Ik vind uit thuis vind gewoon een woord gewoon. Die poolwedstrijden. Op het begin in de Champions League. Hoe vaak zit je naar het kijken en denk waar zit ik naar te kijken? Ja, weet ik niet. Maar het is gewoon duidelijk. Vind ik fijn gewoon. Het berekenend voetbal is weg nou, denk ik. Ja. Ik denk dat dat weg is. Je hebt meer wedstrijden. Ja, maar dat zeg jij nu. Goed. Maar als je bij de eerste 23 hoort, ga je door. Dus op een gegeven moment weet je ook al van, ik zit wel bij de eerste 23. Dus dan krijg je toch ook andere... Ja, maar je tegenstander misschien niet. Dus zo'n Liverpool, heel veel mensen roepen, die zijn al lang door. Maar je moet bij de eerste 8 eindigen. Dus ja, je misschien... hebt het vorige uitgelegd, maar dan ben ik eigenlijk al... Lijkt nog eens een keer. Hey, maar anders zit je in de play-offs. Ja, dan kom jij in de tussenronde, zeg maar. Ja. En je kan niet meer naar de Europa League. Maar gaan ze kijken voor een jaar of iets is? Of nee, is het echt definitief gewoon... Okay. Ik ben er wel enthousiast over. En een leuk detail. Toen in 1992 de Champions League in het leven geroepen werd, was PSV een van de 8 ploegen, samen met Porto, AC Milan, Göteborg hadden we toen in de pool zitten, een van de 8 ploegen die als eerste deelnam aan de UEFA Champions League. We zijn nou zoveel jaar later, volgens mij zeg ik 32 jaar later, er wordt een nieuwe variant uitgebracht. En dan zijn we weer bij. En dan zijn we bij. En het leukste is, daarom heb ik deze shirtjes ook meegenomen. Dit is het shirt waar we thuis hebben gespeeld tegen AC Milan. Gedragen, thuis tegen Milan. Ja. Ja, en we speelden natuurlijk normaal onze wedstrijd in dit shirt. In de voorrond. Je moest eerst voorrond spelen tegen AEK Athene, dacht ik. En toen na de winter zaten we in de Champions League pool. Ja, een wereldgoal voor Romario inderdaad. Ja. Dus ik vind het wel cool dat PSV daar gewoon weer bij is. Ja, op het moment zeker. Dat er een nieuwe variant is. Ik denk dat ik als supporter had het wel als Feyenoord en Ajax dan... Dat wel hadden, zeg maar, de nieuwe Champions League. En wij was niet. Echt ziek geweest. Ja, dan was ik echt ziek. Dus jij in Amsterdam zijn ze nou ook ziek, denk ik. Ja, maar sowieso. Want als je die pool kijkt, dan van Feyenoord ook trouwens zwaar. Ja, dat is lastig. Ja, dat is lastig. Echt heel fijn. We zijn er nog niet, hoor. Heel moeilijk, denk ik, ja. Gaan jullie nog ergens naartoe? Ja, we zijn aan het kijken. We zijn je plant hier thuis gewoon allemaal. Ja, geloof ik wel. Ja, maar dat is ideaal. We moeten gewoon even naar het stadje kijken. Ja. Ja, maar dat is ideaal aan de all-inclusive. Kijken of er iets te doen is. Hè? Ja. Een mooie culturele hotspot. Ja. Dan gaan jullie naar Boeken. Dat vind ik altijd wel interessant. Dat doet hierna heel eventjes op. Dan gaan jullie 100% naar Belgrado. Hey, daar ben ik al geweest ervan, dus het ziet er goed uit. Jij kan het wel rondleggen. Dat komt helemaal goed. Nee, maar voor de uitgehoord, de passepartouts worden maximaal afgenomen. Ja, en ik heb een all-inclusive en met mij vele anderen. Ja, dan word je fucking beloond, man. Ja passepartouts, daar is daar geen kaartje meer te krijgen. Dat, denk ik ook niet. Losse verkoop nog een klein beetje. Zou me heel erg verbazen als hier losse verkoop op plaats. Wat vinden jullie trouwens dat PSV weer, net zoals vorig jaar, zegt, op met een losse verkoop is, kan je maar 1 kaartje kopen voor 1 wedstrijd? Ja, dat is bij veel sports wel slecht gevallen, heb ik gelezen. Ja, maar toch geeft het wel veel meer supporters de kans om bij een Euro Champions League wedstrijd te zijn. Maar dan krijg je de argumenten van elke dag denk ik aan PSV. En dan iemand die een keer een wedstrijd wil bezoeken, krijgt dan voorrang voor mij, zeg maar. Dat is wat ik veel lees. Maar die snap ik even niet. Want een seizoenkaarthouder krijgt de kans om zijn eigen plek te kopen. Ja, oké. Dus die zit gewoon alle 4 de wedstrijd in het stadion. Het gaat puur voor de losse verkoop, dus voor de niet-seizoenkaarthouder. Ja, oké. Okay. Maar dat is iets wat ik veel heb gelezen. En ook DM's van heb gekregen. Belachelijk. Ja, maar... All in.
Dat wil toch zeggen dat jij gewoon alle wedstrijden kunt? Of ja, als je een all-in kaart hebt, dan hoef je eigenlijk alleen maar aan te geven. Dus dan worden jouw tickets in de reservering gezet. En die hoef je alleen maar te downloaden, meer hoef je niet te doen. Ja? Dus dan betaal je één bedrag aan het begin van het seizoen voor alle thuiswedstrijden, ja, hoeveel het er ook zijn. Heb je een reguliere seizoenkaart, dan moet je, zeg maar, net zoals het voorheen altijd was, ja, moet jij gewoon, krijg jij ook die tickets aangeboden in je reservering. Alleen dan moet je ze wel afrekenen, dus de extra kosten. En als seizoenkaarthouder heb jij gewoon eerste aankooprecht op jouw plaats voor die wedstrijden, zeg maar. Mits dat jij op UEFA plaats zit. Ja, maar ik hoor jou net zeggen, je krijgt er maar één... Ja, dat is voor de losse verkoop. Dus stel, er blijven dadelijk 2000 kaarten over. Ja, dat is voor de losse. Ja, stel, er zijn 2000 kaarten over, dan zijn er dadelijk 8000 supporters die de kans hebben om bij een wedstrijd te zijn. Goeie info. Ik zou wel eens willen weten waar er in Pascal zijn hoofd heel de dag omgaat. Ik niet. Nee, er is ruimte genoeg. Het is gewoon zat. Over ruimte gesproken. Ja, over ruimte gesproken. Niet klaar. Nee, nou ja. Het is klaar nou, hè? Nee. Ik vraag altijd even voor de gast of er leuke herinneringen zijn. Okay. En Mork van Bammel, ik weet niet of je hem kent via Twitter. Ik ken hem, ja. Die kwam met twee opmerkingen. De eerste was dat als jij aan jou denkt, dan denk je aan de constante telefoontjes die jij kreeg van parenclub De Roze Flamingo tijdens de opname van de 50ste Skieten Willy podcast. Zeg het jou iets? Kan ik niks meer van. Dan is dat dus waar. Nee, maar hij geeft aan. Paul is een van de meest warme personen die ik mag kennen. Altijd geïnteresseerd en een ander staat open voor je verhaal. Hecht waarde aan de menselijke maat. Humor ten top. En weet de angel eruit te halen wanneer dat nodig is. En geheel gedreven. Hadden we die maar 10 keer. Dus ik denk dat dat wel een mooi compliment is. Die wou ik echt even met je goed delen. Gevoel naar huis. Ja, wel. Zeker. Maar wel gelijk de vraag. Ik hoop dat het nog niet voorbij is. maar wel gelijk de vraag aan jou. Ooit mag jij genieten van je pensioen. Is er een opvolger voor Paul van Kemenade? Ja. Nou ja, dat weet ik niet. Dat moet me blijken. Nog lang niet pensioen. Gaan we een show van maken? Nee, maar goed. Dat is er nog lang niet, Paul. Nee, daar ben ik wel benieuwd naar. Ik bedoel, kinderen of kleinkinderen. Nee, maar Erik en ons Liesbeth, die hebben natuurlijk 2 kinderen. En wij hebben 2 kinderen. Ja, en dan moet de toekomst uitwijzen. En nu duidt er niks op dat hun dat graag zouden willen. Maar dat was bij jou ook toen. Ja, dat is bij mij ook pas heel laat begonnen. Ja. Alleen, ja, het hoeft ook niet tot het oneindige door te gaan. Nee, maar liep jij jullie papa en mam, liep je dan wel veel daar rond of niet? Nee. Dan was je in het begin nog helemaal... In het begin liep ik daar heel veel rond, omdat ik gewoon nog naar school ging. Ja, ja. Ik heb best veel in mijn jeugd meegeholpen. En toen ik naar school ging, kwamen we daar natuurlijk ook best veel. Ook omdat er veel spelers rondliepen en omdat we van school eerst langs de hertgang fietsten en dan naar huis. Dat was een beetje de route. En alleen ja, ik ben er ook 8, 9 jaar bijna niet gekomen. Nee, okay. Dus en door toeval is dat nu weer ontstaan, zeg maar. Okay. Maar dit hoeft niet tot oneindig te duren. Het kan ook zo zijn dat, dat wij de laatste zijn en dat de PSV het dadelijk zelf over gaat nemen. Ja. Kan goed. Kan ook een keuze. Je moet het niet romantiseren. Nou, maar de familie van Kemenade moet blijven staan. Ja, PSV voor altijd. Ik denk dat er chaos komt op het moment dat dat niet meer is. Hele demonstratie staan, dingen bespelen. Gaan wij club houdt gewoon op te bestaan. Maar goed, ken je het spelletje 30 seconds? Ken je dat? Ja, dat moet dat ik wel eens ooit op een vriendenweekend spelen. Ja. Nou, dat heb ik goed nieuws. Doen we hier ook. Zonder drank. Voor het goede doel, Pascal voor? Ik speel voor Veteranenkids. Ja. Wou je er niet kort uitleggen? Nee, wij kregen vragen van kijkers waar wij precies voor spelen en waarom dat we dit doen. Maar we kregen afhakers en dat is zonde. Nee, Veteranenkids, die hebben een vader of moeder die hebben gediend voor Nederland in een oorlogsgebied of een crisisgebied. Nou, sommige ouders die komen thuis met een krasje op de plaat, zoals we dat noemen, het PTSS. En die stichting zorgt ervoor dat die kinderen bij elkaar komen, dat ze ook met, zoals we dat noemen, lotgenoten kunnen praten. En dat ze ook merken van, god, het is niet erg wat thuis gebeurt dat ze daar verhaal kan kunnen, dus goede initiatieven. Goed dat is het. Ik hou het kort, het vergeten kind. Ja, het vergeten kind. En wat doen die? Elk kind heeft liefde nodig, jongens, en dat zijn zij 100%. Wel. En ze zijn ook heel blij, hè? We hebben berichten gekregen, dus de stichtingen zijn heel blij. Gaan jullie daar spelen? Ja, wij spelen tegen elkaar. En als 2-1 voor, Paul. 30 seconden. 2-1 voor. Ja, met tegen jou wel. Ding heeft gespeeld voor jou, heet die... André heeft gespeeld, ja. Dus we hebben alles gelijk gespeeld. Behalve wat. Ja, ook nog. Ja, wacht even. Dus, wel snel, Paul, hè? Moet ik van boven naar beneden gaan? Nee, je mag gewoon een makkelijke eerst pakken bij mij. En dan mag je wel iets moeilijker. Hoeft geen volgorde. Hoeveel moet ik er van deze kaart... We doen gewoon 30 seconden in totaal per persoon. 30 seconds. Ik mag op alle kaarten kijken. Ja, nou het is meer gewoon... Ja, maar het gaat wel veel tijd kosten. Het moet op... 30 seconden. Ja, 30 seconden. Dus zo snel mogelijk vragen stellen. Ik geef het woord, de antwoord. Nee, je moet het woord omschrijven. Omschrijven. Wij moeten. Ja. Dit doen we normaal voor de uitzending. Ja. Maar, yes, dan gaan we beginnen. Wie begint?
Tommy, ik, Tommy. Ik heb Paul warm draaien. Oké, 3, 2, 1. Speler van PSV naar Liverpool gegaan vorig jaar. Gakpo. Ja, kopsterk, spits. De Jong. Nee, van Fennigal. Ajax naar PSV. En zit nou nog bij televisieprogramma's. Kieft. Ja. Je gaat er morgen op, Paul. Wacht even. Nee, die gaat lekker compensatie dit. Drie. Paul, godverdomme. Nee. Ik heb nooit klaar. Ik heb twee vragen gehad. En nou, moet Pascal nog. Dus hoeveel heb je er? Twee. Dus Pascal heeft er 3 nodig. Geen goed, Paul. Om te winnen. Nee, even rustig. Meteen door. Kom op. Nee, wacht even. Ja, kom maar dan. Ja, 3, 2, 1. De Arena heeft ook een andere naam van een oud voetballer. Johan Cruijff Arena. Ja. Godverdomme. Dit is een goed stel, hoor. EK88. Wie zei dat? Dat zei even ten Apel. Oh, ik dacht Theo Rijsma. Is Theo Rijsma? Nee, dat weet ik niet. Jawel. Dreadlocks naar AC Milan van PSV. Ruud Gullit. Ja. 2. Waar zit de KNVB? Welke plaats? Zeist. Godverdomme. Ja, dat maak je wel weer. Dank je, lekker Paul. Goed bezig. Ik deed dit niet expres. Maar ik krijg altijd schuld normaal. Dus ik ja, maar jij doet voor te zeggen. Reisman of... Ja, volgens mij, ik dacht daar even te nabij. Ja, dat zou ik kennen. Maar goed, we zijn weer aan het einde gekomen. Een iets langere uitzending als normaal gesproken, als het goed is. In ieder geval heel erg bedankt voor je komst. Wellicht in de toekomst, als je het leuk vindt, ben je natuurlijk van harte welkom. Als wij het leuk vinden. En als wij het leuk vinden. Ja, en als wij het leuk vinden, moeten we het ook even over vergaderen. We komen interlands aan. Dus volgende week is er geen rood-wit podcast. Oh, dat is wel een fijne weekje nu, ja, trouwens. Even rust, ja. Daar ben ik wel aan toe eigenlijk. Zo. Maar jullie ook bedankt en de kijkers en luisteraars bedankt. En want PSV is heel ons leven, heel ons leven PSV. Dit is groter dan de club, dit is groter dan geluk. Oh, oh, oh.